Ik heb een heel leuk kerstcadeautje gekregen van Yves Saint Laurent. Je oog maar dicht. Nee! Jawel, doe dicht! Oh my god, we zijn in Amsterdam. We zijn net bij Arowone geweest. Maakte ik het doosje open en zat daar een nieuwe camera in. Ik moest echt oprecht huilen. En dan denk je misschien, ew, granny. We love the granny, rich look. Voordat ik het ging boycotten. Hoe mooi ziet dit eruit bij je skincare stash? Hey guys, het is vandaag woensdag en ik ben me heel snel aan het klaarmaken. Ik heb vanochtend gesport, geëdit en nu ga ik met Bart naar Amsterdam toe, want we moeten wat kerstcadeautjes kopen. Hij moet sowieso wat halen en ik heb nog niks voor mijn vader, dus we gaan even in de stad kijken en bij Arel wonen en bij de Bijenkorf. Ik moet ook wat content maken nog voor die Etoile Luxury tassen, dus die neem ik nu ook mee. En ik heb ook nog een extra outfit mee. Ik probeer echt zoveel mogelijk in deze dag te proppen, want Bart is vandaag vrij, dus die komen er eventjes mee helpen. Ik heb deze oorbellen trouwens nieuw van Mia Sophia. Ik vind ze echt zo mooi. Het zijn eigenlijk van die Bottega dupes, maar iets kleiner. En mijn ringen zijn van Be Golden. Ik had bij de Kruidvat, dus ik weet niet hoe je dit uitspreekt, maar het heet Belleda. Ik weet niet hoe je het noemt. Maar ik zag dus dat Hailey Bieber deze dagcrème gebruikt. Ik weet niet precies wat het is. Het was echt super goedkoop. Het is 5 euro per tubetje. Maar ik zag ook dat mensen zeiden, ja, hij is helemaal niet goed en mijn huid wordt geïrriteerd van. Dan moet je Skin Food Light gebruiken. Dus ik heb nu Skin Food en Light. Het kan zo zijn dat het echt super goed werkt. Ik ga het gewoon in ieder geval uitproberen. Ik heb nog een thermo shirt hier onderaan. Het is echt chic out. Voor de rest heb ik even een nieuwe voorraad aan smintjes en kauwgom gehaald. Boeit niemand. Maar Bart komt nu dus naar mijn huis. Want hij heeft nog een verjaardagscadeau voor mij. We waren ook naar de spa geweest. Dat had hij ook als verjaardagscadeau gegeven. Wat echt totaal niet de planning was. Maar echt super lief. En Noortje en Bart hebben dus nog een verjaardagscadeau voor mij. Ik heb echt geen idee wat het is of wat ik moest verwachten. Ik heb hem wel echt mijn lijstje doorgestuurd. Maar daar vonden ze volgens mij niets leuks van. Dus ik ben heel erg benieuwd. Ja, ik heb deze trui aan van de Primark. Deze van de Rita Ora collectie. Deze is echt super groot. En daarbij deze tas. Unboxing time. Unboxing. Vind je het spannend? Weet ik wat het is? Weet ik niet. Je oog maar dicht. Nee! Jawel, doe het dicht. Hoeveel vingers heb ik al? 4. Ik word misselijk. Mag ik kijken? Hallo? Ja. Oh my god! Doe maar eens kijk. Oh my god. Ik weet niet of er nog een prijs bij zit. Ik zou niet kijken. Oh. Oh my god, dankjewel. Dankjewel. Is dat een kaartje voor mij? Leuk hoor. Ja. Leuk. Liefdesbrief van. Oké, we zijn in Amsterdam. We zijn net bij Arowone geweest. Daar heeft Bart een koffietafelboek gehaald. Van wat is dat eigenlijk? Arowone. Wat? Ik weet niet, ze hebben allemaal mooie boekjes van steden en zo. We gaan nu even naar de Joan the Juice, want Bart heeft honger en ik moet eigenlijk nog een fotootje. Oh, misschien wil ik hier een foto in die straat. Het is vandaag donderdag. Het lijkt echt alsof ik net wakker ben, maar ook weer niet. Maar ik heb net een Get Ready With Me opgenomen, vandaar dat ik in een badjas zit. Gisteren zou ik dus met Bart kerstcadeautjes kopen, alleen hebben we gewoon letterlijk een uur gewacht bij de Joan the Juice. We wilden eigenlijk ook niet meer wachten, maar ja, we hadden al betaald en besteld. Dus gaan we vandaag verder met de kerstcadeaus kopen. We gaan naar de Bijenkorf en dat is altijd best wel gezeik om naartoe te rijden. Dus ik ga eerst naar Bart rijden. Dan ga ik in Jakarta eventjes wat foto's maken voor Etoile Luxury. Dan moeten we naar Etoile Luxury en dan gaan we naar de Bijenkorf. Want ik moet die tas vandaag terugbrengen. Ik dacht, laat ik een keer mijn verjaardagscadeau zien. Want ik zeg het elke keer. Ik zei het ook in de vorige video. En ik vergeet het gewoon. Maar het staat hier de hele tijd. En ik kan het niet inruimen in mijn kast en zo. Omdat ik het gewoon nog wil laten zien. Ik heb heel veel cadeaubonnen van de Douglas gevraagd. Dan heb ik van een vriendin van mijn moeder. Bij haar heb ik wel eens cupping gedaan. En ze doet heerlijke massages. Van haar heb ik dus vitamine D en magnesium gekregen. Omdat ze weet dat ik heel veel moeite heb met slapen. Dus ik heb voedingssupplementen gekregen. Dan zie ik een testertje van Drunk Elephant. Volgens mij zat dit bij die cadeaubonnen. Wat testertjes. Volgens mij is dit het parfum die Noor altijd draagt. Gucci Guilty. Zo'n flesje. Ik weet niet of ik dit lekker vind. Van Giorgio Armani en body lotion. Dan heb ik echt
het allerschattigste van Elle gekregen. Ik heb een tasje gekregen met allemaal goodies. En allemaal make-upjes en skincare. Ik vind het zo leuk om te krijgen. Nou, deze wilde ik dus altijd al uitproberen. Dit is van Pixi, de Glow Tonic. Ik weet niet hoe dit uitspreekt. Maar dit is... Nee, dat weet ik even niet wat het is. Maar dat ga ik even zo meteen lezen. Dan heb ik van Gizou erbij een beauty balm. En ik kende dit eerst niet. Maar Feline zei dus dat je dit echt voor alles kan gebruiken. Voor droge plekjes. En ja, het ruikt niet. Maar ik deed op mijn lippen en het voelde echt heerlijk. Dus dit kwam weer bij mijn Gizou collectie. Nou, mijn favoriete parfum Libre van Yves Saint Laurent. Ik moet dit weer even ruiken. Dit ruikt zo lekker. Oh my god. Ik vind het ook echt een super schattig flesje. Dan een lipstick van Yves Saint Laurent. Oh my god, deze kleur. Het matcht volgens mij wel echt bij mijn lipliner. Ja, dit is gewoon precies hetzelfde. Nou, hoe mooi is dit ook. Dit is toch prachtig. En dan een mascara. Deze zag ik overal bij iedereen op TikTok. Die Yves Saint Laurent mascara. Dus daar ben ik ook heel erg benieuwd naar. En als laatste van Lancôme. Oh, een lip gloss. Dat is ook heel chill. Nou, dus dat. Helemaal verwend. Dan heb ik van een vriendin van mijn moeder. Ze ging dit al zeggen dat ik zei vriendin van mijn moeder als ik dit zou krijgen. Maar heb ik van Chanel echt... Oh my god. Een cleansing cream to foam. Dus volgens mij komt er cream uit en dan moet je hem eventjes zo doen en dan is het foam. Ja, het is dus een cleanser, maar ik heb nog helemaal geen skincare van Chanel. Dus I'm feeling spoiled. Hoe mooi ziet dit eruit bij je skincare stash? Even serieus. Ik vind het gewoon zonde om dit te gaan gebruiken, maar ik ga het wel doen, want anders wordt het weer oud of iets. Dan heb ik van Donna deze gekregen. Ja, Don werkt bij Four. Dus ik heb een hele leuke muts gekregen. Ik heb ook een beige jas, dus ik denk dat die hier heel erg leuk bij matcht. Zo lief. Van Feline. Deze meid kan niks geheim houden. Dus ik wist al wat ik van haar zou krijgen, maar dit is toch... te schattig. Ik was zo blij. Ik heb nog geen één kaarsje van dit merk. Maar ik ben heel blij dat ik er nu eindelijk eentje heb. En hoe aesthetic is deze kaars? Ik ruik het al gewoon door de verpakking heen. Maar kijk hoe cute deze is. Dan wat ik van mijn ouders heb. Ik had als eerst deze. Als voorproefje. Deze wilde ik heel graag. Ik spreek het hele tijd verkeerd uit. Maar Lien zegt dat je Laneige moet noemen. Ik heb geen idee. Maar ik zag dit bij iedereen. Het is dus zo'n lipmask. En ik heb hem al opgehaald. Hij is echt heerlijk. Dus dit moet je dan zo en zo. Ik ga het gewoon opdoen. Het is echt heerlijk. Dus dit gaat bij mijn skincare. Ik had al in een vorige video gezegd, maar ik had niks aan mijn ouders gevraagd. Want dan als je 21 wordt, niet meer echt de vibe om wat aan mijn ouders te vragen ofzo. Ik heb dus 4 jaar lang al mijn camera en hij doet het echt nog prima. Alleen ik dacht, ja, na 4 jaar moet ik eigenlijk wel even een nieuwe hebben. En Canon heeft een nieuwere versie van mijn vlogcamera. En toen ineens maakte ik het doosje open en zat daar een nieuwe camera in. Dit is toch het beste cadeau ever, even serieus. Ik moest echt oprecht huilen. Ik had gewoon niet verwacht dat ik dit zou krijgen. En ja, het is gewoon echt iets waar ik heel veel waarde aan leg. Want ik heb gewoon al 4 jaar deze camera. Ik weet nog dat mijn vader 4 jaar geleden zei van ga je hem wel echt gebruiken. Want het is gewoon een fucking duur ding. En ik gebruik hem gewoon sinds 4 jaar dagelijks. Dit is gewoon nog beter voor mij dan een telefoon. En hij is nog helemaal vers. Dat is ook echt waar ik zo excited over ben. Ik wil hem gewoon ook vers houden. En ze hebben me super lief een camera hoes meegegeven. En ik vind deze ook echt heel cool bij een outfit. Ik denk al helemaal zo zie je mij lopen in Dubai met dit ding. Ik ga deze vanaf de volgende week vlog gebruiken denk ik. Laatste cadeau. Van Noortje en Bart. Noortje heeft dus echt een super leuk tel voor tas. Ik wilde die de hele tijd van haar lenen. Nou ja, die leen ik ook de hele tijd van haar. Ik zei tegen haar, ja, als je nog geen cadeau weet, misschien kan je dan een tel voor tas geven. Want ik stel die van jou de hele tijd, dus je weet wel dat ik hem dan ga gebruiken. Op een gegeven moment had ik de hoop opgegeven, want ik dacht, oké, ze willen iets geven wat ik dus nog niet heb gevraagd. Ik ben toch blij dat ze naar me hebben geluisterd, want mij ga je elke dag met deze tas zien. Dit is toch echt... heel leuk. En ik weet dat je hem echt in heel veel kleurtjes hebt, maar ik hou gewoon niet van kleurtjes. Ik vind zwart gewoon super mooi. Super lief ook dat ze dit hebben gegeven. Ik ben heel erg blij met alles. En het was ook echt de meest leukste verjaardag ever. Ik ga nu eventjes mezelf omkleden. En dan ga ik dus naar Bart toe, naar Jakarta en naar de Bijenkorf en zo. Dus, ik kom uit een uur file. En we hebben broodjes. Oh, nou, dit is wel heel veel. Oh, zoveel trek heb ik toch niet, joh. Ik wel. We hebben even foto's gemaakt, we moeten die tassen nu terugbrengen. Broodje, kaas, komkommer, mayonaise. Mmm. Kan je niet... Nou, lekkerste broodje ter wereld. Oké. Hi guys, het is vandaag vrijdag. My sister is here.
ik heb vandaag weer niks gefilmd, want ik heb vandaag weer echt helemaal niks gedaan. Het enige wat ik had gedaan was gesport en daarna ben ik met vrienden op de bank Vampire Diaries gaan kijken. Ik heb nu dus een etentje en daarna ga ik naar Mayhem X Saint Blanc. Ja, ik heb natuurlijk wat opgestuurd gekregen van Saint Blanc. Dit is het shirt en I'm obsessed. Het is echt heel leuk. Maar ik vind het altijd wel een beetje moeilijk om een shirt leuk te combineren met uitgaan en zo. Dus ik denk dat ik gewoon een rokje met overnies erbij aan ga doen. Zodat het nog een beetje leuk is voor in de avond. Ik moet ook nog even outfits voor nu uitzoeken. Maar dat heb ik wel snel gedaan. Dus ik denk dat ik jullie gewoon zie vanavond. Ik ga er samen met Noortje naartoe. Morgen ga ik naar Wavy. Dat is ook heel erg leuk. En ik heb mijn haar dus in de rollers gedaan. Maar in die grote. Dus gewoon voor wat meer volume. En I think it's cute. Ik moet me snel omkleden. En dan ga ik naar Noortje toe. Ik ben bij Noor en ik heb mijn outfit aangedaan. Noor, hoe moet het shirt? Of zo laten hangen. Ja, gewoon zo. Het is wel lekker een comfy fitje, moet ik zeggen. Oké, nou ja, ik heb dit shirt dus aan. Met dit rokje. En de nieuwe Telfar. Dus dit is de fit. En het corset aan. Met een doek. Het is vandaag maandag. En het is vandaag eerste kerstdag. En ik ben zo moe. Ik heb zo slecht geslapen. Maar ik ga nu bij mijn oma brunchen met mijn gezin gewoon. En mijn oom en tante. Gewoon met de familie van de kant van mijn moeder. En vanavond gaan we bij ons avond eten. Dus gaan mijn ouders koken en zo. We kijken altijd met kerstavond All You Need Is Love. Met vrienden van mijn ouders. Dus gisteren hebben we dat gedaan en gegourmet. Maar ik kon gewoon niet slapen. En ik was zelfs weer echt ziek bang. Banger dan normaal. Want ik ben eigenlijk altijd bang om te slapen. Dus ik ben gewoon na jaren in vlinderbed gaan slapen. Zij dacht ook echt, wat is er aan de hand? Maar ik was gewoon zo bang. Maar ja, ik heb ook niet echt de energie nodig voor kerst of zo. Het enige wat we gaan doen is heel veel eten. Ik gebruik dus nu deze beauty balm van Gizou. Want die heb ik dus voor mijn verjaardag gekregen van Elle. En hij is zo chill. Verlie vond hem dus ook heel erg chill. Dus ik heb hem ook voor haar gekocht. Voor onder de kerstboom. En voor Estelle een lip oil van Gizou. Want die wilde ze ook heel graag. Ik heb hier echt mijn hele stash van Gizou liggen. Maar ze vonden het ook zo chill. Dus ik dacht, oké, ik koop het ook voor hun wel. En ik heb eigenlijk al die producten ooit gekregen. En ze zijn nog steeds niet op. Ik ga even een beetje concealer onder mijn ogen doen. En morgen gaan we met de kant van mijn vader gourmetten. Dus daar heb ik ook wel heel erg veel zin in. Dat zijn met mijn neefjes en zo. En ja, dat is altijd super gezellig. En met Oud en Nieuw heb ik eigenlijk nog geen idee. Ik vind Oud en Nieuw hier eigenlijk nooit zo leuk. Maar ik wil wel gewoon met vrienden zijn. En we willen wel altijd allemaal met elkaar zijn. Maar we hebben geen idee wat we gaan doen. En in de volgende video ga ik dus naar Dubai toe. Ik vlieg dus op 1 januari met Vlie naar Dubai. Ik kijk daar echt super erg naar uit. Vooral omdat ik daar echt super lang niet meer ben geweest. En omdat ik hier gewoon weg wil. Ik kan ook niet wachten om daar te vloggen gewoon. Maar ik ga nu eventjes dit gezicht fixen en dan zie ik jullie zo meteen. Oké, ik ben even in Lien de kamer. Ik lijk echt oranje en rood nu. Maar ik heb eigenlijk gewoon een trui aan van de Zara. Ik dacht, het is mijn meest kerstige outfit. En daarom heb ik gewoon eigenlijk een jeans aan. Maar ik zal het allemaal niet laten zien, want het is echt een mega bende. We gaan nu naar mijn oma toe en dan echt heerlijk eten. Ze heeft altijd echt haar best gedaan om heerlijk eten te halen. En ik zie Linder parfum hier, die ik eigenlijk niet op mag. Maar ik ga toch wel een spreetje op doen. Het is Love by Kilian. En deze heet Don't Be Shy volgens mij. Oké, we gaan 1 spreetje op doen. Dit is de full fit. We hebben allebei echt Zara. Maar wij boycotten Zara. Ik heb de camera in, hè? Dit is mijn neem naar Dubai. Dit is een vet op je stoel, hè? Oh my god. Ja, oh my, ik was helemaal vergeten. Was je die al vergeten? Ja, ik was het ook vergeten. Oh, laat me deze nog even laten zien. Ik heb een training. Korea. Ja, kapot. Wow, allemaal groenen. Oh my god. Oh, leuk wel. Ja, leuk. Ja. I love it. I needed it. I know, right? Gizou Beauty Balm! Nah.
Ik ga mee naar Dubai. Wow. Wow. Oh, die doos is mooi, man. Oh, dankjewel. Oké, guys, het is inmiddels wat later. We hebben echt vanmiddag de cadeautjes gedaan. Dus nu 6 uur. En we gaan nu even met z'n allen eten. Ik heb het net even samen met Lien klaargemaakt. We gaan hier met z'n allen eten. Dus, we zijn met Alad. Dus we beginnen volgens mij met een champignonsoepje of iets. Oh, we hebben ook cadeautjes. I like it. En Lien heeft tiramisu gemaakt. Ja, ja, ja. Looks very good. Yeah, just like you. Just like you? Hey guys, het is vandaag dinsdag. Ik ben weer helemaal opgeladen. Ik was gisteren zo moe. Ja, ik zal jullie nog de cadeautjes laten zien. Ik heb nu een beetje haast, want ik ga nu met Vlien naar het Gelderlandplein. Want we willen naar de Mango. De Mango is bij ons weg, dus we gaan even daar kijken. Dus ik laat jullie vast 1 cadeautje zien, want die wil ik dragen. En ik wil hem heel graag nog unboxen. Ik heb een heel leuk kerstcadeautje gekregen van Yves Saint Laurent. Ik heb dus een pet uitgekozen. Deze wilde ik echt wel mega lang. Ik reis altijd met een pet op. Ik vind dat dus heel erg fijn. Ik krijg sowieso petjes als ik mijn haar eigenlijk moet wassen, zoals nu. Nou, ik heb hem natuurlijk al opengemaakt. Ik ga hem even aan jullie laten zien. Dit is de pet en ik vind hem zo leuk en ook heel clean. Ik vind het echt gewoon zo'n mooie sportieve pet en hij is ook very classy en ik denk ook echt dat ik het heel vaak ga dragen. Ja, ik ga deze gewoon ook nu gelijk opdoen, want dit is toch een pet die je elke dag op wil. En ik heb ook nieuwe schoenen, dus die zal ik ook gelijk even laten zien, want ik bedenk me nu dat ik die dus nu ook aan wil. Oké, ik ben echt totaal niet van de Adidas, maar ik vond deze wel heel erg leuk. Ik vind die Adidas Campus dus heel erg leuk, maar ja, ik vind ze leuk, maar ik denk van ik kijk er dus nu niet meer echt naar van, oh leuk schoenen, maar gewoon, oké, iedereen heeft deze. Ik moet zeggen, iedereen heeft deze ook. Maar ik zie deze toch wat minder vaak. En ze zijn ook iets gekker. Dit zijn de Samba's. En het zijn echt van die bowling schoenen, maar ik vind ze echt best wel cool. Een beetje old school schoenen. Echt totaal niet iets wat ik zou dragen, want ik haat lage schoenen. Maar ik had dus die Vans en toen dacht ik, oké, ik vind het toch wel leuk met een baggy jeans. Dus ik ga deze ook nu aandoen. Lien gaat even haar cadeaus laten zien. Oké, what I'm wearing is this jacket. Hij is van de Zara. Maar ik had deze dus al gestuurd voordat ik het ging boycotten. Gestuurd? Naar mama. Voor op mijn lijstje. En hij was uitverkocht en toen dacht ik, oké, no problem. Maar hij was dus weer, ik ben er stiekem heel erg blij mee. Deze trui. Ja. Zo'n lange pauze. Ja. Deze trui. From Alexander Wang. En deze schoen heb ik ook gekregen, want die had mijn zuster. En die vond ik echt heel leuk. Het zijn die Vans, weet je wel. En weet je wat top is aan deze schoenen? Je kan er nog dikke sokken onderaan. Ja, I like it. Ze zijn dus eigenlijk best wel groot weer voor mij. In breedte. Bart moet ze even goed strikken voor jou. Ik heb ze nu echt goed gestrikt. Oké. Wow, dit is de cap. Echt heel leuk. En ik heb dus deze trui nieuw van Equalité en I like it. Hij is heel leuk. Ja, dat is echt leuk. En we zijn allebei make-uploos, dus als jullie ons vandaag zien, it's not us, it's not us. Het is eigenlijk echt illegaal om los haar te hebben. Een trui. Oké. Ja, deze is leuk, deze jas. Ja, oké. Well, we're gonna go, shorties. Oeh. We zijn in het Gelderlandplein, maar er is gewoon een gedeelte afgesloten. En deze meid dacht dat ze open waren. Wel of niet? Oh god, hij is open. Ja. Oké, Lien is even hakken aan het passen. Ze zijn toch wel open. Ik vond deze rok cool. Lien had deze ook besteld. Maar ik denk dat dit wel cute is. Ik moet hem alleen even passen, want het is maat S en hij ziet er best wel groot uit. Kijk, oh my goodness. Echt mooi, hè? Dat is heel. Maar is hij een maatje te groot? Ik weet niet, moet je even lopen. Wauw. Maar je hebt ook van die kleine voetjes. Ja. Dat was kortbaar krachtig. Lien heeft alleen dingen gehaald. Want ik ben niet echt fan van de Mango. Ik vind het wel leuk. Maar je moet echt goed zoeken. Ja, maar op de website zit het ook beter. Dus we gaan nu voor mij even naar Zara. Vlien boycott het. Maar Vlien moet wel even mee. Het alarm gaat af. En doe jij even snel laten zien. Oké, I'm gonna show you. Gewoon grote oorbellen gehaald. Want dat vind ik wel giving. Deze. Het waren wel 20 euro. Ik dacht wel van oké. Doe je even rustig. Nou ja, boeit dat niet. Nee, dat klopt eigenlijk ook. Maar ik besef wel dat het duur is. Deze hakken, ik vond ze wel enig. En deze kan je stellen. En ze waren ook met korting. Ze zijn van 50 naar 30 gegaan. Dus dat is echt ziek goed. En als laatste deze tas. En dan denk je misschien, granny.
Maar nee, het is echt we leuk. Love the granny rich look. Ja. Oké, dus we gaan nu rennen naar de Zara en daarna gaan we een video opnemen. Nou, ik heb aardig wat geshopt. Ik heb me wel echt ingehouden, want ze hadden echt zieke sale. Lien, niet. Maar ik zal dit thuis laten zien, alleen hebben we nu heel veel haast. We got ready in a rush. Full fit Zara. Kun je de deur ook even omhoog gesloten? Ja. En I'm wearing my new Uggies. I'm wearing my new chicken. Ergens anders. Ik ben namelijk nu in Dubai en ik zag dat ik de video helemaal niet heb afgesloten. Ik heb deze video echt heel slecht gefilmd. Sorry daarvoor. Maar de maand december is voor mij altijd zo chaotisch, want mijn verjaardag is kerst, oud en nieuw. Ik ben dus gelijk na oud en nieuw naar Dubai gegaan. Dus ja, ik heb de laatste paar vlogs een beetje verwaarloosd. Dat betekent altijd wel dat ik een leuke tijd heb. Ja, ik hoop dat jullie de vlog nog steeds leuk vonden. En ja, ik ben nu in Dubai, dus de volgende vlog zullen Dubai vlogs zijn. Ik wil jullie weer heel erg bedanken voor het kijken. En ik zie jullie in de volgende video.